Ja, dat is een Bredase reus. Dat is echt wel een imposante vruchtzetting. Allee, grote mispels. Er staat hier een en daar een. Iemand. Misschien is het stammen een motelaar, maar... Ja, dat lijkt er een beetje op. Hè. Moerbij. Een zwarte moerbij. Morus nigra. Al geproefd, iemand? Ja. Nee, dus dan komen ze van die dikke zwarte bessen aan, zo met allemaal lobbekjes, een beetje zoals een framboos bijna. Met die ja, heel lekkere, beetje, allee, lekker als je van wrang houdt, zo. Ik vind dat op den duur wel meer en meer lekker, maar heel gezonde vruchtjes geeft. Die ook zo bij mensen met glutenintolerantie, zou die zelfs een herstellende functie hebben. Omdat eigenlijk is dat een soort chronische ontsteking. En er is weinig dat dat eigenlijk kan herstellen. Ze kunnen dan meestal gewoon stoppen, dat ziekteproces, maar niet herstellen. En nu, recent zeggen ze zo, en appelbes en cornus mas, daar zouden ze een paar variëteiten zijn die echt wel voor hun darmen een heel gunstig effect zouden hebben. Dat is ook een massa van 100.000 liter water. Die al in staat is om een microklimaatje te creëren. Die buffert eigenlijk de extreme koudes. Dus dat heeft ook een klein beetje nog een bufferende invloed. Als ik zeg dat is hier een warm hoekje, dat is ook dankzij die waterpartij, die stenen, de oriëntatie. En allemaal groene asperges. Een Italiaanse en een Franse culinaire variëteit. Dat is ongelooflijk lekker. Zeker de combinatie eigen eitjes, asperges, onvoorstelbaar. Je loopt hier rond, je plukt die af en je eet die gewoon zo rauw op. Dat is ongezien. Ah, ja, 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 ja. Donkerbruin, ja. Dat is een bloemetje. Ah, ja, ja. Het zijn er nog niet veel, hier heb je er ook eens. Dat is ook een bloemetje. Ja. Daar. Het is nog niet veel dat je ziet, maar je gaat nu volgend jaar wel voor de eerste keer precies een bloemetje. Ah, super. Ik heb daar een oude meidoornhaag. Deze is nieuw gezet. Die heb ik wel al vaak geoogst. Omdat meidoorn hartversterkend zou zijn. Je kunt daar lekkere confituur van maken. Alles stond te dicht bijeen. Zou ik dat niet beter uittunnen? En die zeiden, ah, dat is interessant, ja. Je hebt een Nutella-bos. Hazelaars en eiken. En wat is het idee dat je zo'n kruinopbouw krijgt en alles krijgt zijn zon en kan afrijpen. Nu is dat niet zo duidelijk, hè, omdat die nasjes die stonden al langer. Maar ik denk zo binnen 10 jaar, dat je, als je daar staat en je kijkt naar hier, dat je effectief wel iets in die stijl zou moeten kunnen zien. Ik ben de dag begonnen met nog eens de grote patronen te schetsen. En ik ben begonnen met licht, als ik het mij goed voor heb. En licht is eigenlijk het belangrijkste patroon. Ja. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste waar je moet rekening mee houden. En als dat goed ziet, eigenlijk heb je dan al veel gedaan. Ja, ja. En dat is wat Dries hier ook liet zien. Hè. Hij heeft met die hagen gewerkt, maar hij heeft sterk van zuid naar noord gewerkt. Dus laag en dan opgaand naar het noorden toe. Een haag en dan terug, hup, laag en terug naar boven. Toen wil ik wel eens focussen op wat dat zij gedaan hebben met die rasters. Dat was een klein hoofdstukje in die bijlage dat ik opgestuurd had. Dat is uit Louise in een boek. Dat is heel waardevol. Er zijn zeker waardevolle dingen in dat boek. En dit is er één van. En zij hebben daar meteen gebruik van gemaakt. En dat is een mooi voorbeeldje van werken van patroon naar detail. Dat je nog niet gaat kijken van, ik heb hier nu die een boom of ik wil die een boom en waar moet ik die zetten. Maar je kijkt naar gewoon een algemeen aspect van grote bomen die hebben die een diameter. En ik heb hier plaats voor zoveel grote bomen, dus dan zet je op basis van dat raster gewoon zoveel grote bomen. Liefst dan nog in Noord-Zuid, hè. Dit is Noord en dat is Zuid. Uw waterton is een pioniersomgeving, daar zit niks anders in, dus daar gaan ze nogal tekeer. En dat is typisch voor een vijver, als daar andere insecten komen, predatoren, amfibieën, dan is die muggenplaag weg.
Je hebt altijd plagen van muggen van hieruit, omdat je daar telkens met plassen zit die elk jaar opnieuw gecreëerd worden. Als dat nu blijvend water was, dan zou je dat probleem niet gehad hebben. Dus de uitdaging is om je vijver altijd gevuld te houden. Aantal hoogtelagen, klassiek in permacultuur is sprake van 7 lagen. Maar je kunt daar even goed 12 of 24 of 500 lagen van maken. Het is maar hoe je het in detail wilt zien. Maar hoe meer lagen, hoe meer oogst, hoe meer diversiteit. En hoe robuuster je systeem. Dieren is ook een laag. Hè? Je hoeft daar nog geen dieren te introduceren. Maar wilde dieren die je uitnodigt in je voedselbos hebben zeker een effect. Zeker vogels, insecten. Dat kun je ook als een laag beschouwen. Wild egels bijvoorbeeld. Maar een egel heeft zijn territoriumdieren. Heeft een wezel is ook nog zo'n tof diertje. Hè, dat eet woelmuizen. En die wil je dan weer niet in jouw systeem. Maar die hebben een territorium dat veel groter is dan jouw tuin alleen. Hou daar rekening mee. Zorg ervoor dat je ook poorten hebt naar buiten toe. Je leeft niet op een eiland. Dus je moet dat een beetje omdenken. Je kan nooit zeggen van ik heb een egel in mijn tuin, maar het is de egel die jouw tuin heeft. Dus je voedselbosje is dit. Ja, ja. En wat ga je met de wei doen? Ja, de wei, dat was altijd de bedoeling, dat blijft wei. En nu had ik zoiets. Eigenlijk was de bedoeling, zo ben ik gestart aan de cursus. Mm-hmm. In het bos moet het voedselbos komen. Ja. Nee, dat moet het bos blijven. Ja. En je wil van hieruit, als je hier ziet, het bos zien, dan kun je van dit punt 2 lijnen trekken, zo. En dan hoef je maar enkel de zone vrij te houden die tussen die 2 lijnen zit. Ja. En dan kun je heel nauwkeurig zien van, oké, daar kan nog een boom, daar kan nog een boom, zolang dat die plaats tussen die... Dus zichtlijnen tekenen is nuttig. Oké, ja. En daarmee kun je heel duidelijk zien van, oké, daar niet en de rest wel. En dan ga je zien dat je veel meer plaats hebt om aan te planten dan je eerder dacht. Ja. Je kan ook verder, juist beheer dan, jouw bodemleven verder stimuleren door ook weer koolstof toe te voegen. En stoppen met maaien. Dat is maar een kleintje, zeker in een eerste successiefase lijkt die overwoekering van 1-jarigen overweldigend, maar... Je moet dat zijn gang durven laten gaan, omdat dat jouw successie op gang brengt. En heel snel, maar als je dat altijd ziet te maaien, dan hou je eigenlijk jouw bodemsuccessie in een pioniersfase. Ik zeg bij Sofie en Nicky, vandaag is de laatste dag geweest van de voedselboscursus. En, wat vonden jullie ervan? Heel inspirerend. We hebben heel fijne... gevarieerde projecten gezien, grote tuinen, bossen, grote projecten, kleine projecten. Mm-hmm. En het geeft zo een heel mooie blik van wat het kan zijn, hoe klein of hoe groot ook. Het was echt boeiend hè, dat je elke les op een andere plaats terecht kwam. Een heel andere tuin, een heel andere insteek van de mensen. Maar dat maakte het juist heel boeiend en voor je eigen hadden er meer een concreter beeld ook van. En jullie hebben ook een eigen plan moeten maken, heb ik begrepen. Hoe is dat meegevallen? Ja, dat was uitdagend. Ja. Dat het misschien niet altijd nodig is om al grote planten, zeg maar, te planten. Dat je net zo goed... een goede groei kunt bekomen door ook echt van een klein plantgoed te vertrekken. En Tim, wat vond je ervan? 6 dagen cursus, 6 verschillende plaatsen. Super, heel veel inspiratie opgedaan. Ja. Ik heb ook het nut ingezien van een plan te maken. Ik heb het niet gedaan, maar ik heb het nut wel ingezien en ik heb heel veel ideeën gepikt. Dus dat is interessant. Van de plaatsen waar je dan geweest bent? Of... Ook van de plannen, om te zien hoe dat je... Ik vind er altijd heel veel informatie dat je dan moet consolideren tot een idee of tot een concept. Mm-hmm. Ik vind dat super ingewikkeld, maar dan als je dan ziet de uitleg en hoe dat ze dat theoretisch kunnen plaatsen, van dat is daarom en dat is daarom, dan is dat wel interessant. Ja. Ik vind het ook heel interessant om te zien dat er nu een soort van netwerk ontstaan is hieruit. En als we zo bij elkaar een keer kunnen komen om ook eens te checken. Mm-hmm. En er kunnen ook wel wat genoeg mensen, gelijk als jij, om vragen aan te stellen. No comment. Nog een laatste vraag, voor de cursus opnieuw volgen.
Ja, zeker. Ook als ze hem identiek is? Dat weet je. Ja, nee, als ze hem identiek is, dan heeft hij een andere evaluatie natuurlijk. Maar wat dat hem zei, van zijn idee voor de volgende cursus, vind ik wel interessant. Omdat het dan vanuit een ander oogpunt is van, je gaat dan naar een andere tuin of naar een ander voedselbos. En je gaat daar kijken, wat zijn de mankementen hier en hoe kun je dat oplossen. Dus dat is een ander uitgangspunt van hoe gaat het daarmee om. Dat vind ik wel interessant. Ja.